Dag Hans, een nieuwe maand is gestart en dan maken we klassiek altijd een macro-economische analyse. Uiteraard kunnen we niet om de hamvraag heen, meer bepaald hoe groot zal de impact zijn van het conflict in Oekraïne op onze economie. Hans Bevers, Chief Economist bij de Groof Peterkamp. De voorbije weken hebben we al geregeld gesproken over de oorlog in Oekraïne en de mogelijke scenario's of de mogelijke uitwegen uit dat conflict. Hoe kijken jullie eigenlijk naar de meest recente evoluties? We bekijken het nog altijd van heel nauwbij. Het is heel onzeker, zoals je weet. Het is echt moeilijk om een duidelijk scenario naar voren te schuiven. We kijken het ook minder in termen van de volgende stap. Wat zal Rusland doen? Wat zal Oekraïne doen? Dat is zeer moeilijk. We kijken het nu meer in termen van sancties. Dus eigenlijk de reden daarachter is omdat we eigenlijk nu uitgaan van een langduriger conflict dan voorheen. Voorheen werd al eens gezegd dat er misschien een oplossing uit de bus zou komen toen de partijen nog in onderhandelingsfase waren voor de zomer. Sommigen schoven dan de datum van 9 mei voorop. Nu, dat alles lijkt eigenlijk hoe langer, hoe minder plausibel te worden. En nu zit eigenlijk de focus op de sancties. Hè. En dus eigenlijk zie je dat dat conflict geëvolueerd is van een conflict binnen Oekraïne, maar steeds meer naar een echt geopolitiek conflict waar het Westen eigenlijk en Rusland eigenlijk frontaal tegenover elkaar staan. Over sancties gesproken, de Europese Unie bereidt een zesde pakket aan sancties voor tegen Rusland. Een van de zaken die daar op tafel ligt is een olieboycott. Hoe realistisch is het dat die er effectief komt? Ja, die zit er al even aan te komen en we denken uiteindelijk ook dat die er zal komen. Oké, nu zit je vandaag in de discussie dat Hongarije dwars ligt. En dus eigenlijk is er vanuit Europees standpunt gezien unanimiteit vereist. Dus Hongarije kan dat wel een beetje de boel dwarsbomen, om het zo te zeggen. Maar hoe dan ook, of het nu met Hongarije is of zonder, denken we wel dat we in de richting aan het evolueren zijn, waarbij er eigenlijk op vrij korte termijn zal beslist worden om die afbouw van import van Russisch olie, die er sowieso zat aan te komen tegen het einde van het jaar. Er was sowieso al een afbouw gepland met 2/3, maar nu dat die helemaal zou gebeuren en misschien ook iets sneller dan het einde van het jaar. Dus over dat laatste blijft het een beetje onduidelijk vooralsnog, maar we denken wel dat de ballen in die richting zal rollen. Ja. Anderzijds blijft Europa sterk afhankelijk ook van Russisch gas. Zit er ook een gasboycott aan te komen? Dat kan, hè. Dus als we zeggen enerzijds dat dit conflict langer zal duren dan eerst aangenomen, ja, je weet uiteindelijk niet voor welke oorlogstaferelen je nog komt te staan de volgende weken, maanden. We weten het eigenlijk niet. Niemand weet het op dat vlak. Dus ik kan me wel een situatie inbeelden dat Europa dan nog verder wenst te gaan in termen van sancties. En dan denken we dat ook gas zeker op tafel zal komen en dus ook dat er versneld wordt afgebouwd van de 2/3 reductie die sowieso al op tafel lag tegen het einde van het jaar, ook weer sneller. Dus dat is een mogelijkheid. En het risico daar is dat je niet volledig weet in hoeverre dat de Europese economie het ook kan dragen, in hoeverre bijvoorbeeld dat Europa daar keuzes zal moeten maken om bepaalde gasintensieve sectoren misschien minder gas te laten krijgen en eerder de gezinnen proberen te vrijwaren van die gasconsumptie. Dus dat is eigenlijk wat er daar op het spel zit. En er is nog een ander scenario ook te bedenken en dat is dat Rusland dan van haar kant eigenlijk zegt van nee, we stoppen volledig, we draaien de gaskraan dicht, volledig, zoals het eigenlijk gedaan heeft met Bulgarije en Polen. Nu, we denken niet dat basisscenario is, omdat Rusland net tegen een context of in de context van de bevriezing van haar internationale reserves heel sterk afhankelijk is van die energieinkomsten. Maar je weet nooit, hè, want uiteindelijk Rusland beseft ook dat Europa weggaat van Russisch olie, Russisch gas. Dus, en je weet, dit is een perceptieoorlog, dus het risico bestaat alsnog dat Rusland eigenlijk zegt van ja, dan doen wij het eerst en proberen we op die manier die perceptie te winnen. Dus dat is iets wat ook op het spel staat. En dan is het duidelijk dat de impact voor de Europese economie wellicht nog groter zou zijn. Ook dat kunnen we niet uitsluiten. Ja, dat is eigenlijk de hamvraag. Hoe langer het conflict duurt, hoe groter de impact wordt, hoe lang kan de Europese economie dit eigenlijk nog aan? Ja, in ons scenario, waar we denken dat het vooralsnog zal gaan om olie, hè, dus de versnelde afbouw van olie, denken we uiteindelijk wel dat het zal niet eenvoudig zijn allicht en er zullen een paar keuzes moeten gemaakt worden, maar daar zouden we nog altijd denken dat die Europese economie het aan kan. Hè. Dus sowieso denken we al dat in het tweede kwartaal een negatief groeicijfer voor de hand ligt. Oké, dan kunnen we dat eventueel misschien ook verwachten in het derde kwartaal. Ik wil daar niet al te fors over speculeren. Technisch gezien zou je dan in een recessie komen, maar we denken wel dat die Europese economie wel in zekere mate veerkrachtig is, omdat
consument toch heel wat spaartegoeden heeft opgebouwd de voorbije 2 jaar tijdens die pandemie. Dus macro-economisch gezien is die wel in een vrij goede positie. Nu, met grote verschillen uiteraard. Het is dus duidelijk dat de lagere middenklasse in vele gevallen veel minder ademruimte heeft financieel gezien dan de hogere middenklasse. Dat is wel iets wat duidelijk is. Maar globaal gezien zou dat moeten kunnen, zeker in combinatie met een arbeidsmarkt die volgens ons toch nog altijd redelijk zal blijven presteren. Dus ja, comfortabel is het allemaal niet, maar we denken ook niet onmiddellijk dat die Europese economie onderuit zal gaan. Hans, het is duidelijk dat jullie dit dag aan dag blijven opvolgen. Wat betekenen al die evoluties nu voor de investeringsstrategie van de Grof Peterkam? Ja, voorlopig blijven we onderwogen aandelen. Weliswaar op lange termijn blijven ze een belangrijke rol spelen in de portefeuille, maar op vrij korte termijn blijven we daar toch een beetje risico-avers. En we denken erover na, maar de beslissing is vooralsnog niet gevallen om toch nog een beetje verder af te bouwen. En dus dat is een beslissing die op vrij korte termijn kan vallen, maar vooralsnog is die niet gebeurd. Maar dat is wel wat er op het spel staat hier. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.